Er heerst onrust binnen de SLM. Leden van de bond personeel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, BPSLM, moesten vandaag naar een spoedvergadering omdat de pensioenen en hun rechtsbestaan niet verzekerd zouden zijn. De bond eiste daarom antwoorden van de directie. Na de bijeenkomst, waar de pers voor bijkans 2 uren buiten in de regen moest staan, stond SLM-directeur Paul de Haan de pers eindelijk te woord. De Haan gaf toe dat de spoedbijeenkomst door ongelukkige omstandigheden is ontstaan en dat hij het personeel inderdaad antwoorden verschuldigd is. Bondsvoorzitter Steven Samson geeft aan dat de bond haar leden en de gepensioneerden antwoorden willen hebben. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En ik begrijp natuurlijk heel goed dat er onrust heerst. En als je leest in de krant of je leest op social media, ik raak mijn baan kwijt. En je moet thuis, je moet een gezin onderhouden, je hebt verantwoordelijkheden thuis. Dat het heel gevoelig is en dat het heel vervelend is. En dat wil je niet in de krant lezen, dat wil je van je werkgever wil je horen. Dus het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En we hadden dit eerder moeten doen, hebben we helaas niet gedaan. En we hebben er wel van geleerd. Dus we gaan nu frequenter, gaan we informatie verstrekken aan het personeel. Dus vandaar onze oproep gisteravond naar onze leden en onze gepensioneerden. Want u weet ook, mensen hebben 20, 30, zelfs 40 dienstjaren erop. En als het bedrijf failliet verklaard wordt, dan weet u hoe laat het is. Wordt de SLM failliet verklaard? Bij monden van de president, van de directeur. Heeft hij gezegd, nee, dus als ik zo woorden mag gebruiken, SLM wordt niet failliet verklaard. Volgens de Haan is de situatie binnen de SLM niet rooskleurig. Er zullen harde wijzigingen komen om de vliegmaatschappij in stand te houden. De SLM-directeur zegt niks te weten over de geruchten dat de SLM failliet wordt verklaard of dat er sprake is van een overname. Bondsecretaris Marcia Klumper zegt dat de directie heel slecht communiceert met het personeel. Het is gewoon heel slecht binnen SLM. De financiële situatie is slecht, de cashflow is slecht en het is heel moeilijk. COVID is niet goed geweest, niet alleen voor SLM, maar voor de hele luchtvaart. En ja, we zijn wel zelfstandig, zijn we door de COVID-periode gekomen. En dat moet iedereen wel begrijpen. Het is heel erg dun, het is heel erg moeilijk, maar we zijn er doorheen. En als ik nu het personeel ga beloven dat het volgende maand allemaal in één keer goed is, dat kan niet. Dus wat we het personeel hebben verteld, niet voorgehouden, is het traject, de route die we zijn ingeslagen, wat we aan het doen zijn. En dat is long overdue, dat hadden we veel eerder moeten doen. Maar ja, bepaalde zaken die zijn nogal gevoelig van aard, waardoor we dat niet gelijk hebben kunnen doen. En dit was te laat, maar ik hoop dat het erg welkom was. De geruchten zijn dat men dus bezig is na te gaan hoe het aan te pakken. En het zou kunnen via een faillissement, het zou kunnen via, u zegt overname, doorstart, noem maar op. Dus er zijn, waarschijnlijk is men er nog niet uit. En dat zorgt voor die onduidelijkheid en die onrust. Terwijl als je op de juiste wijze communiceert over hoe je dat zal aanpakken, welke termijn je allemaal nodig hebt om zaken geregeld te krijgen, dan denk ik, dan koop je een beetje rust. Dan zijn de mensen gerustgesteld. Maar nu krijgt iedereen de gelegenheid om maar even wat te roepen. En je begrijpt, als je al bijkans 2 jaren door zo'n moeilijk traject gaat, uiteindelijk is het wantrouwen zo groot dat wat er ook gezegd wordt, je neemt het niet meer aan. In een gisteren uitgegeven persbericht zegt de SLM-directie ernaar te streven om voor de start van het hoogseizoen in juli definitieve plannen afgerond te hebben en aan te kondigen. De SLM werkt hard aan het herstelplan dat is gericht op een gezond en duurzaam toekomstperspectief voor de National Carrier, staat in het persbericht. Over de specifieke inhoud van het herstelplan kon de SLM-directeur geen nadere details verstrekken.